En dan zijn we nu aangeland bij de zondag. De zondag op de kermis in Kekerdom, georganiseerd door EMM. En de zondag, daar staat natuurlijk centraal, wie wordt de nieuwe koning? Kijkt u mee? Jelle Hamsik, Jan van Aarje. We sluiten af op Kersenpaar. Peters, Theo van Haren, Mara van Haren, Rieke van Haren, Lisa van Haren, Tom van Haren, Theo van Haren, Als, Lotte Hansen, Henk van Haren, Theo de Haren. Kom maar. Rick Wagenaar, Jan.
Dames en heren, we gaan weer met ons leven beginnen. We zijn wat nieuwe gekomen, dus u kunt allemaal aansluiten. Rutte Aalwater, Anita Bams, Gerard van Beek, Tjaar van Beek, Johan Bekhuis, Ed Berends, Esther Berends, Joost Berends, Frank Blank. We komen nu vanavond het journaal. Met degene die 25 jaar lid is bij onze vereniging, dat is Elstap. Els en Henk, u stapje naar voren. Kom een stukje verder naar voren. Nee, je mag een stuk of 5, kom maar. Niet zo bescheiden. Els, vorig jaar hoor. Henk aan de andere kant geïnstalleerd als 25 jaar. Nu, jij vond het zo mooi. Ik denk van een jaar naar de hand dat Henk lid geworden was. En je bent lid geworden en dat is ja, goed voor de vereniging. Wat kunnen we over jou vertellen? Ik heb wel een hele hoop eindelijk. Nee, jawel. Je bent tamboer geweest zelfs nog, bij de slagwerkgroep. Koningin geweest. Ja, heel goed. Daarnaast was je ook nog een keer grenslandkoningin. Alleen staat me steeds verkeerd op het schildje. Staat Els op in plek van Elstap. Dus dat moet nog een keer door de... De mangelijn. Daarnaast heb je altijd achter Henk gestaan, als man of als vrouw, bij de schietclub. Je was ook altijd de vrouw die zorgde dat de gehaktballen, de satéetjes, altijd de 40 en 60 grote wedstrijd. Ja, maar ik ben niks vergeten hoor. En briefje, hè? Af en toe mijn gehoorige steuntje opschrijven. Je was altijd de vrouw die ervoor zorgde dat er altijd een hapje was bij de 40 en 60 grote wedstrijd. En iedereen vond het altijd heerlijk. En we zijn blij dat we jou vandaag mogen installeren als 25-jarig lid van onze vereniging. Van harte gefeliciteerd en uiteraard hopen we over 15 jaar elkaar weer te treffen. Proficiat! De volgende die ik graag naar voren wil halen is Harry Loop, samen met Maria.
Ja, Harry, daar sta je dan weer. Gisteren stonden we ook even samen achter de dijk. Hè? Even een graftak gelegd. Het oudste koningspaar hier in Kekerdom. En houdt ook nog eventjes over. Hè? Over de mensen die er allemaal met Paul samen, de ouders, onze ouders, jullie ouders. Dat geweldig was hoe de Kekerdomskermis altijd was. En nu, vandaag sta je weer in het middelpunt. Maar dan heel anders. 50 jaar lid van onze vereniging. En niet zomaar een lid. Een actief lid. Tamboer geweest in de goede jaren. Nu, tamboermeester, dan heb je de orders, deel je lekker uit. Je moet allemaal naar jou luisteren. En dan ben je goed, hè? Dat doe je goed. Daarnaast ben je lid geweest van de jeugdcommissie, de seniorencommissie, de schietcommissie. Tamboers opgeleid. Al die kleine mannetjes die bij jou kwamen. En dat deed je altijd met liefde, met lust en plezier. Daarnaast, voor al die dingen die je gedaan hebt, ben je toen een keer gehuldigd tot lid van verdiensten binnen de schutterij. En ik moet eigenlijk zeggen, je bent een geweldig schutter. Een heel hoop dingen waar we trots op zijn. En daarom zijn we blij dat we jou vandaag mogen huldigen met je 50-jarig lidmaatschap van de schutterij EMM Kekerdom. Van harte gefeliciteerd. De volgende, Paul en Anita. Ja, dat kan ik zien. Ja, Paul. Ook jij, 50 jaar lid van onze vereniging. We hadden het net al over actieve leden, maar je hebt ook zeer actieve leden, heb je ook. En in die categorie val jij eindelijk wel. Ondanks je drukke leven als vrachtwagenchauffeur, iedere minuut die je vrij hebt voor de schutterij, ben je aanwezig. Vlieg van Malden hier naartoe, weer terug. En als er wat nodig is, weet je het altijd weer mee te brengen. Daarnaast bestuurslid. Al jaren voorzitter geweest. Lid van de slagwerkgroep geweest in de hele beginjaren. Nog steeds een actief schutter binnen de club. En dat kunnen we alleen maar waarderen. Dat zulke mensen buiten Kekerdom nog zo actief voor de club zijn. Ik zei het al, zeer actief. En daar zijn we heel trots op. En daarom gaan we je ook huldigen met je 50-jarig lidmaatschap van onze vereniging. Van harte gefeliciteerd. Heer Jozef, we hebben 25 gehad. Blijf lekker zitten, Jo. Blijf zitten, jong. Oh, zo oud ben je niet. Nee, dat klopt. We hebben 25 gehad. We hebben 50 gehad. Gisteren 70. En nu, Jozef, 60 jaar lid van onze vereniging. Ja, daar staat dan, Jo, hè? Tuurlijk nog wel. Wat kunnen we over Jo vertellen? Ook koningspaar geweest bij de schutterij. Al een heel tijdje terug. In? 92. Nou, kijk aan. Daarnaast een zeer actief man binnen de schietcommissie. Bij de senioren. Die ging geen centen veel uit. Of er kwam geen centen weinig binnen. Hij had het altijd netjes voor elkaar. Commandant geweest in de jonge jaren bij de schutterij. Hij kan er nog om lachen. De goede tijden, hè? Dus, en daarnaast ook altijd een trouw schutter geweest van onze club. En we zijn blij dat je vanmiddag hier bij ons aanwezig kunt zijn om het speld 60 jaar lidmaatschap van onze vereniging te ontvangen.
van harte gefeliciteerd en uiteraard hopen we 5 jaar hier met elkaar weer te staan. Nogmaals, onze felicitaties. Schutters allemaal, de tweede schot al gelijk, de kop eraf. En die was voor Ralf Loek. Kom eens naar voren, jongen. Want je bent een goed schutter. De linkervleugel, die was voor Isa. Kom maar naar voren, Isa. En de rechtervleugel, ja, dat was een geheime bril, hè? We zullen het niet vertellen, hè? Meike Blom. Isa, kom eens naar voren. De tweede keer voor jou dat je jeugdkoning bent. En daar zijn we natuurlijk als vereniging trots op. We kennen je inmiddels al en nu samen met een pa en ma een mooi jaar tegemoet gaan. Dus wat kan er eigenlijk misgaan? Namens Schutterij, van harte gefeliciteerd. Ik weet niet of je morgen vrij bent. Tuurlijk, kan niet missen.
Dus morgen zien we elkaar uiteraard, zo dadelijk in de tent, maar morgen uiteraard zien we elkaar weer. En we willen hier graag het vizier zal omhangen van onze nieuwe jeugdkoningin. En ik heb begrepen dat onze president, de heer Meges, die gaat dat doen. Dankjewel jeugd, blijf lekker staan. Gaan we naar de senioren. De kop. Mario Frilling. Kom maar naar voren Mario. De linkervleugel, Ben Nijveld. En de rechtervleugel voor Hanneke. Trouwens wel opvallend is dat zowel Hanneke als Meike dezelfde vleugel hadden. Jan zei, ik mag echt pech doen, want ik ken ze heel goed. Ja, daar staan ze dan. De vier. Maar we gaan eerst afscheid nemen. Van denk ik een geweldig koningspaar. Titel na titel kwam er binnen. Het kon niet op. We dachten gisteren, ze zullen wel een titel kwijtraken, maar nee. Hij wou hem heel graag behouden. En het is je gegund. Afgelopen jaar kun je eigenlijk wel stellen, een goed jaar voor jullie, allebei. Allebei goed geschoten. Grens aan het koningin, Ruud. Ja, helaas. Ja, het is niet anders. Zo wordt het wel genoemd. Hè. Dus, en daarnaast, kringkoningin, Esther. Wij als Schutterij kunnen er alleen maar trots op zijn dat we zulke mensen binnen de vereniging hebben. Hartelijk dank voor het afgelopen jaar. En ik weet zeker dat we jullie in de komende jaren nog wel een keertje, de komende 5 jaar sowieso, als keizerspaar. Maar ja, over 2 jaar gaan we naar de regio weer. Dus dan moet je de titel weer verdedigen. En volgend jaar, de kring, mag je de titel ook weer verdedigen. Dus jullie hebben nog wat te doen. Hartelijk dank voor jullie afgelopen jaar. En ik wil graag de commandanten verzoeken om de versierselen te ontdoen. En dan gaan we dadelijk naar de buren toe. Thank you.
Goed. Nu gaan we eens even naar ons nieuwe koningspaar. Karl-Heinz en Lorraine. Het heeft even geduurd voordat we die twee kandidaten hadden. Maar met de wielerskermis moest het toch maar bekroond worden. Op de maandagavond door twee bestuursleden werden ze overrompeld. En eindelijk hebben ze ja gezegd. Tenminste, Karl-Heinz. Het duurde niet vrij kort daarna kwam Lorraine bij me. Dat ze niks vertellen, maar ik ga meedoen. We hebben het eindelijk tot op heden nog geheim kunnen houden. Een aantal mensen wisten het. Overige prijswinnaars. Muziek alstublieft.